Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van tien voor 1 vanmiddag kunnen we zien dat er vanochtend nog wolkenvelden over het land trokken, met zelfs verspreid enkele buien, lokaal met een klap: Onweer. Maar die wolken en buien zijn inmiddels naar het noordoosten grotendeels weggetrokken. Daarachter zijn wel wat stapelwolken ontstaan, maar het is droog de rest van de middag en de zon schijnt tussendoor ook geregeld. En daarbij loopt de temperatuur uiteindelijk nog op naar zo'n 20 of 21 graden in de kustgebieden tot lokaal een zomerse 25 graden in het zuidoosten van het land. Ook vanavond blijft het lange tijd nog warm met temperaturen rond de 20 graden. Geleidelijk aan gaat de bewolking wel verder toenemen vanuit het zuiden. En aan het einde van de avond en het begin van de nacht komen de eerste regen- en onweersbuien opzetten vanuit het zuidoosten. En ja, en dan gaan we een vrij wisselvallige nacht tegemoet, want vanuit het zuiden breiden die buien zich verder over het land toe uit. Het kunnen echt stevige buien zijn met lokaal veel regen, er kan onweer bij zitten en mogelijk lokaal ook hagel. We verwachten dat de zwaarste buien zich wat meer concentreren op de oostelijke helft van het land. Maar dat betekent zeker niet dat het westen de dans ontspringt, want ook daar verwachten we wel de nodige buien. De minimumtemperatuur komt uit rond een graad of 15. Dan morgen overdag in eerste instantie nog vrij bewolkt weer en enkele buien die nog voorkomen. In de loop van de ochtend gaan de meeste buien geleidelijk aan wegtrekken. En in de middag breekt vanuit het zuidwesten dan de zon steeds vaker door en zal het op de meeste plaatsen uiteindelijk droog blijven. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden aan de kust tot 22 graden in het zuidoosten en dat alles bij een matige wind uit westelijke richting. Dan op de zondag in het binnenland ontstaat mogelijk een enkele regenbui, verder een afwisseling van wolken en zon, een middagtemperatuur tussen de 18 en 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Op maandag gaat de wind afzwakken en uiteindelijk draait hij naar het zuidoosten en daarmee wordt warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt flink op de maandag. Er ontstaan ook wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. Door 22 graden in het noordwesten tot een zomerse 25 graden in het oosten en zuidoosten. En op dinsdag zorgt die oostelijke aanvoer voor nog wat warmere lucht. Dan wordt het 23 tot 27 graden met nog steeds geregeld zon. En Kijken we dan naar de 15-daagse, dan zien we dat de temperatuur piekt op de woensdag met temperaturen dicht bij de 30 graden in het binnenland. Vervolgens op donderdag zien we een terugval en dat hangt allemaal samen met de passering van een storing. Die zal op de woensdagavond en de nacht van donderdag voor enkele flinke regen- en onweersbuien kunnen zorgen. Ook op de vrijdag en het weekend daarop lijkt de temperatuur nog niet helemaal te herstellen, maar met 20 of 22 graden is het natuurlijk niet koud. En ja, de kansen op zomerweer zien we ook in deze staafdiagrammen terug. Op de woensdag maar liefst een 94% kans dat we 25 graden halen. En zoals gezegd, waarschijnlijk komt de temperatuur zelfs dicht bij de 30 graden uit. Met andere woorden, in het weekend nog even een enkele bui. Daarna een tijdje droog en oplopende temperaturen. En dan in de tweede helft van de week waarschijnlijk weer iets minder warm. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.